Thunderdome in mijn hoofd. Ik ben een misselijk kind. Wat vind je van Oom Stef? Ja? Nou, tenminste één fan. Als we terugkijken op jullie nog jonge carrière, hoe is dit eigenlijk allemaal begonnen? Ik denk door Barack Obama. Ja. Zo heb ik namelijk te horen gekregen dat Barack Obama door Stef het gemaakt is. Klopt dat? Ja, alles klopt, weet je, deze dagen, weet je, maar niet dat. Oké. Zeg maar, ik heb het gemaakt. Later heeft hij een beetje erbij geholpen. Kel, ik heb gewoon beelden daarvan. Jij weet het niet, maar ik ging altijd in de studio gewoon muziek maken en zelf opnemen. Dat zou ik later op YouTube gooien en zo. Photoshop, weet je toch, 2016, dat was het wordt steeds echter. Al vind je dat ik het niet heb gemaakt, je krijgt sowieso je buurman, dus je bent safe, man. So. Ja. Dus je royalties zijn daar. Ah ja man, vandaag even Phonix checken. En de promotie van ons nieuwe album. Het spijt me, 27 mei. Ja, we hebben er zin in. Ja man. Weer, wat gaan we doen? We gaan een interview hebben met Fernando. En we hebben er altijd zin in, weet toch. Fernando heeft er ook altijd zin in. En weet toch, we gaan gewoon ons ding doen man. Hey, hallo man. Hey man. Is het? 27 mei komt onze album, spijt me. Welkom. Onze album. Ons album. Sorry, wat is je naam? Stefan. Hey? Skinter. Okay. Maar wat was jullie? Gewoon, weet toch? Nee, ik ben Skip. Oh, jij bent Skip, sorry. Ja, de Stafford. Nou, weet je wat? Gaan we eens even zitten, dan ga ik even vragen wat het precies is. Nou, kom zo. Ja, oké, is cool. Kom zo. Weet je, we krijgen altijd gewoon VIP treatment. Luister dan, ik ga gewoon naar hem toe, man. Ja? Laat toch gewoon naar hem toe. Beter, man. Dit kan echt niet, man. Je moet toch ook op onze strepen staan. Ja. Zijn we dan? Freedom van Beyoncé featuring Kendrick Lamar. Wat de hel is dit? Je luistert naar Phonix Start, je ochtendshow met je boy Fernando. Ik heb twee gasten in de beelden. Stef is een kind, hoor. Yeah. De bedoeling dat jullie vandaag zouden komen, jongens. Wat de freaking. Nee, maar we staan daar. Toch... Ja. We waren daar gewoon 3 uurtjes aan de wacht. En... 3 uurtjes? Ja, 3 uurtjes. De bedoeling is pas volgende week dat jullie hier moeten zijn. Ik weet dat je vroeg wil zijn, maar dit is wel echt overdreven, dus. Kunnen we niet gewoon iets van maken? We zijn hier toch al. Gewoon, dat is een beetje onprofessioneel, maar kom maar gewoon achter die mic. Oké, ja toch? Ja, ladies and gentlemen, ze zijn in de beelden, extra vroeg. Ja, hoe gaat het met jullie? Ik hoorde iets over een nieuw album, 27 mei, het spijt me. Ja, man. Ja, sowieso hebben jullie spijt ook van deze actie, ook nu? Nee, we zijn gewoon hier om ons nieuw album te maken. Oké, wat staat op het album allemaal? Die track die ik constant heb gespind voor jullie, Kind? Kind, en je hebt dancehall, je hebt house, je hebt voor alles. Oké. Okay. Ja. Heb je ook een Beyoncé-achtige nummers erop zitten? What? Ja, we hebben rustige nummers. Maar Beyoncé is aan nu, hè? Ik weet of je dat gevoel hebt. Ja, dat snap ik. Ze is wel vet bezig. Maar wat heeft... Je weet dat Beyoncé
Beyoncé de greatest artist of all time is. Ja, dat is waar. Het spijt me, komt 27 mei. En Beyoncé is al geweest. Zeg bijna alsof jullie het vervelend vinden dat ik over Beyoncé heb. Nee. Ik zei, je kan gewoon meer praten over Steph de Skinter nu. Want wij zijn hier. Ja, Steph de Skinter, jullie zijn ook hier. De Freedom. En nog meer featurings erop en zo. Ja, we hebben een podcast staat op ons album. Ah, cool. We hebben Fit. Ja. Jay staat op ons album. Wie? Drake? Nee, Jay. Drake. Misschien werk je ook met Drake. Nee, misschien in de toekomst, man. Je weet toch. Het lijkt me een aardige guy. Heb je ze allemaal gehoord? Nee. Nog niet. Zet je nu gewoon Drake op? Hij zet er gewoon Drake op. Ja. Ja, ik wil jullie educeren, ik wil nieuwe muziek laten. Nee, ik snap het, maar zeg maar, dit luisteren we gewoon zelf thuis. Heb je iets van hem gehoord? Nee, man. Van wat? Hij heeft niks van jullie gehoord. Nee, maar daarom zijn we hier. We komen hier om dit te promoten. Hij is vorige week uitgekomen. Nee, Drake is vorige week uitgekomen. Ja, Drake. Zullen we zo duidelijk zijn in jullie verhaal? Nee, kijk, we komen Drake, fuck Beyoncé, 27 mei, Steph de Skinter, Paradiso. Onze album is die dag ook gewoon verkrijgbaar online, Spotify, iTunes. Wacht even, Beyoncé is de greatest artist of all time. Sefton, dit is... Nee, maar dit, maar dit is niet dope, man. Yo, we zijn hier... Nee, dit is echt niet dope. Sorry, Fernando, sorry. Nee, niks sorry. Nee, Fernando, ik vind dat wij komen hier heel vaak, en ik eis gewoon respect. Sorry van de Beyoncé, ik bedoelde dit fire van de Beyoncé. Zeg maar, we zijn jarenlang gewoon vrienden. Maar kijk, wij hebben dit gewoon goed geregeld. En jullie gaan nu ook. Fuck that shit, man. Echt wat.